Show. Welkom allemaal bij een nieuw verhaal. Koetje, koetje, koetje. Jij is mijn liefste schatje. Tra-la-la-la, tra-la-la-la-la. Broertje Vos, zusje Vos. Kom maar kijken. Kijk hier. Mijn vriendin Lindy, Lindy Konijn, heeft haar babytje bij mij gebracht om te babysitten. Ik ga 3 dagen dit babytje babysitten. Oh, zo'n lief kindje. Oh, ik wil er mee voor zorgen. Goed zo. Wat is dat? Een baby. Ja, broertje Vos. Mooi, hè? Ja. Maar wat moet je ermee? Wel, knuffelen, wiegen, fruitpapjes geven. Het is ook niet meer zo jong, hoor. Het kan al wat kruipen. Ach, zo schattig. Broertje Vos, wat doe je toch? Je babytje wakker gemaakt. Babytjes huilen de hele tijd. Nee, niet als je ze veel liefde geeft. En op tijd lekker eten. Wel, ik weet niet hoe om voor babytjes te zorgen. Dus jullie zullen er moeten voor zorgen. Geen probleem. Het is niet jouw taak. Ik ga ervoor zorgen. 3 dagen. En zusje Vos gaat me helpen. Ja, met een grote vreugde. Ach, mannenvossen. Ja, wat moet je daarmee? Ah wel, Louisa, wat ga jij doen? Pamperverwanger. Tolala, tola, baba, ga maar slapen. Tra la 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 la. Louisa? Oh, lekker vruchtenpapje. Oh, ze houdt er niet van. Ze lust zeker geen vruchtenpap van de winkel. Weet je wat? Ik kan heel goed verse vruchtenpap maken. Ik zal het eens gaan doen. Je zal zien, ze zal alles opeten. Lekker! Banaan, appel, vitabis, appelsien. Dat zal konijntje allemaal opeten. Laat ik gauw gaan kijken. Oh, fruitpap, daar ben ik verzot op. Even proeven. En nog het laatste hapje. De fruitpap! Wie heeft de fruitpap opgegeten? Broertje Vos? Tring, 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 tring. De telefoon. Nja, nja. Zusje Vos, het is voor jou. Oh. Hallo. Mama Vos. Het is nu eigenlijk wel een beetje moeilijk, maar... Oké, we zullen er iets op vinden. Ik en Louisa komen eraan. Tot zeves. Mama Vos is bezig om wafels te bakken voor het weeshuis. Maar ze heeft haar hand bezeerd en heeft dringend onze hulp nodig. Omdat ze weet dat ik en Louisa supergoed wafels kunnen bakken, vraagt ze of we haar een paar uurtjes komen helpen. En het konijntje dan? Ik heb een oplossing. Broertje Vos, als straf dat jij de fruitpap hebt opgegeten, ga jij nu enkele uurtjes naar het babytje kijken.
zorgen, hoor. Ik kan dat niet. Hoe moet ik dat doen? Google dat maar. Op YouTube vind je alles. Huh? Ah, dus zo moet je dat doen. Oh, konijntje houdt van mijn vruchten, pap. Nog een schepje. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Zo, we zijn warm aangekleed om naar het park te gaan. Op onze reis naar Afrika heb ik gezien hoe ze de babytjes op hun rug dragen. Om te zorgen dat konijntje geen gekoude oren zou krijgen, heb ik hem een kerstmutsje opgezet. Dat is alles wat ik liggen had. Zo, hier gaan we. In het park. Oh, wat een heerlijke dag in het parkje. Ik vind het eigenlijk stiekem wel leuk om nu te babysitten. Oh, zo'n schattig babytje. Kom, we gaan nog eventjes wandelen. Oei, dat begint te huilen. Het wil zeker wel eens een beetje wandelen, hè? Of kruipen. Zo, kruip maar eventjes, hè? Zo. Broertje Vos. Hallo. Julia Vos. Hallo, mijn liefste. Mwah. Wat doe jij hier in het park? Oh, ik was eventjes aan het wandelen met het babytje van Louisa. Babytje van Louisa? Ja, ik zal het eens tonen. Ah! Hij is weg. Kom, we moeten hem gaan zoeken. Babytje! 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 Oh, oh, daar ben je, daar ben je. Oh, wat heb ik je gemist. Je bent toch zo'n schatje. Oei, je moet je even opzetten, hè. Ja, zo. Oh. Oh, hier is het babytje. Oh, wat een schatje. Hallo. Oh, jullie zijn gauw thuis van de wafelenbak. Hoe was het? Ja. Wij waren heel ongerust. Waar waren jullie? In het park. We zijn daar een beetje gaan wandelen met het babytje. Maar we zijn terug thuisgekomen, want het was eventjes verloren gelopen. Ach, broertje toch. Kunnen we ook jou ook niet eens even een paar uurtjes alleen laten met dat babytje? Volgende keer laat je een nota op tafel dat je even weg bent. Ik was super ongerust. Oh, maak je maar geen zorgen, hoor. Het is terug thuis. Louisa, heel veel proficiat, hoor. Ja, ik ben een ster in wafelenbakken, maar die sterretjes gaan ook naar zusje Vos, hoor. Zij heeft me heel goed geholpen. Ik praat helemaal niet van wafels. Ik spreek van dat babytje hier. Bedoel je, denk je dat het mijn babytje is? Ja, natuurlijk. Nee hoor. Dat babytje is van Linda Konijn. Ja. Kijk hier. Konijnenoortjes. Kom eens hier, mijn schatje. Ai. Wat een grappig misverstand. Snip, snap, snuit. Verhaaltje is weer rijk. Het was weer fijn bij jullie te mogen zijn.